Hoe vergaat het Almeloze huisartsen in deze coronatijd? Een gesprek met huisarts Duiveman van Medisch Centrum De Kolk. Wij als huisartsen proberen zoveel mogelijk zorg te bieden, ook thuis. En als je een voorbeeld kan noemen, is bijvoorbeeld dat als je je huisbezoek doet, dat je dan heel erg veel tijd kwijt bent om een bezoek af te leggen. En dat zie je ook op de huisartsenposten. De bezoeken daar die zijn 2 tot 3 keer zo lang. Dus je kunt minder doen in een bepaalde tijd. Dat is een voorbeeldje. En je moet gewoon heel erg opletten dat je zelf ook niet besmet wordt en dat je een ander niet besmet. Want je zit wel in een risicogroep, zeg maar, te werken, in een risicogebied. Vaccinatie, vindt u dat belangrijk? Als wij van de corona willen afkomen, dan moet je je eigenlijk gaan vaccineren. En het zou dus fijn zijn als iedereen in Nederland zich laat vaccineren. Want dan zijn we eindelijk uit deze zeer vervelende en... ja, zeer vervelende periode zijn we kwijt. Ik vind dat we allemaal weer, en iedereen vindt het eigenlijk, dat we weer terug zouden moeten gaan naar het oude. Hè, dat we weer onze vrienden kunnen ontmoeten, dat we weer kunnen uitgaan. Dan is het gewoon belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat iedereen zich laat vaccineren. En dan kunnen we, zeg maar, deze periode achter ons laten. Het virus is extreem besmettelijk. En daarom neemt de besmetting allemaal toe. Waardoor de druk op de ziekenhuizen ook weer groter wordt. En dat is echt een enorm groot probleem. De huisartsen worden niet als eerste gevaccineerd. Jullie zijn daar boos om. Boos, maar ook heel erg teleurgesteld. We staan in de voorhoede. We zien de patiënten als eerste. We sturen ze in. Soms denk je dat mensen geen corona hebben, maar dan hebben ze het uiteindelijk toch. Je staat gewoon volledig in de voorhoede. En ja, het is belangrijk dat je beschermd bent. Ik vind het echt teleurstellend. We willen de coronatijd achter ons laten. We willen weer gaan. We willen weer uitgaan. We willen mensen gaan bezoeken. En dat is de horizon. Maar dan wel iedereen gevaccineerd, graag. De zorg doen we samen en we voelen ons allemaal heel erg verbonden met elkaar. En waar nodig helpen we elkaar en zetten onze schouders eronder.